Koningin Maxima deelt haar bezorgdheid over het gemak waarmee jongeren in Nederland verleid worden tot het doen van aankopen op krediet, met name via verleidelijke koop nu betaal later aanbiedingen. In een interview met het AD benadrukte Vorstin haar zorgen over het feit dat dergelijke aanbiedingen, zoals het voorbeeld van een aantrekkelijke regeling voor de aanschaf van mascara, kunnen leiden tot onoverzichtelijke financiële situaties en het risico op schulden vergroten. Maxima. Die momenteel in Colombia verblijft voor haar werkzaamheden bij de Verenigde Naties op het gebied van financiële inclusie, is vastberaden om mensen te behoeden voor het aangaan van onnodige kredieten. Ze pleit ervoor dat mensen financieel gezond blijven en niet in de val lopen van overmatige aankopen die tot schulden kunnen leiden. Haar inzet voor financiële inclusie komt voort uit de overtuiging dat het toegankelijk maken van betaalrekeningen voor zoveel mogelijk mensen wereldwijd een positieve impact heeft. Maxima deelt haar optimisme over de verbetering van levensomstandigheden en de vermindering van armoede in landen waar ze actief is geweest. Ze wijst op statistieken die aantonen dat meer dan 80% van de wereldbevolking nu toegang heeft tot financiële diensten, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 40% 15 jaar geleden. Als pleitbezorger voor financiële gezondheid benadrukt de koningin het belang van betere toegang tot financiële diensten, niet alleen in Colombia, maar ook in Nederland. Haar inspanningen richten zich op het creëren van een wereld waarin financiële gezondheid een gedeeld streven is en waar mensen in staat zijn om verstandige financiële beslissingen te nemen.